Dat heb je. En dat is dat. Om de boek te dat wel zitten. Gewoon ik die hand tegen de halen voorspellen. Oké. En dat zijn je stopt van mijn achter. Ja, ik doe dat neer, die geef ik net dat je komt. Ja, ja, maar toch nu. Ja, zijn dat je dus inderdaad ergens een veld heen moet, dat het een verrassing moet zijn. Want waar is het voor vijand zijn, dat brengt hier Sage Schoon. Je kunt ervoor kiezen om zijn mijnen vrij te maken, om bij elke mijn kort speelstap te halen. Alright! Yeah, I got that!
nonchalant. Zo van, oh, we hebben het gehad en laat maar komen die zooi, we kunnen ze hebben. Ze zijn onervaren, hebben nog geen gevechtservaring en ja, dat gaat ze opbreken. Wat u hier ziet bij ons, dat is reenactment, het uitbeelden van militaire geschiedenis. Als u naar mij kijkt, mijn pakkie, dat is WO1. Ik ben Amerikaan van de Eerste Wereldoorlog. En ja, de vaders van deze gasten, die hebben voor het grootste gedeelte allemaal nog in Frankrijk gevochten in de loopgraven. En tegen de Duitsers bij Verdun. Iets rechts van Verdun, herstel links van Verdun. Daar is de Amerikaanse sector, het Argonnenwoud. Daar zijn de Duitsers 4 jaar lang niet doorheen kunnen komen. En de Amerikanen hadden het in 2 maanden geregeld. Dat ging op de ouderwetse manier van 1914 rechtop lopen en dan gewoon naar de linies. En als je er 1 miljoen soldaten tegenaan gooit, kom je op een keer aan de andere kant uit. Dus dat heeft ze heel veel doden en gewonden gekost. Ze hebben in 2 maanden tijd meer verloren dan in 10 jaar Vietnam. Dus dat geeft een idee hoe het er aan toe ging. Het grootste kerkhof van de Amerikanen ligt ook in Romagne. Dat is de plek waar ze door de laatste Duitse linies heen gebroken zijn. En toen de Duitsers dat doorhadden, hebben ze gezegd van nou, we geven ons over, want die miljoen man die kunnen we niet tegenhouden. En toen rolden in 1 keer de hele linie naar achteren, de Engelsen, de Fransen, de Canadezen, de Nieuw-Zeelanders, alles kon naar voren. En ja, dat staat er niet zo in de geschiedenisboeken, maar de Amerikanen hebben eigenlijk de doorslag gegeven voor de Eerste Wereldoorlog. Nou, als u kijkt, ziet u daar een bosje divers aankomen. Duitsers op patrouille. Ze zijn op de terugtocht, maar dat gaat met Duitsers altijd heel listig. Ze laten groepen achter, die dus de Amerikanen of wie dan ook de Engelsen opvangen. Vertragend gevecht, daar waren ze een kei in. Dat konden ze in Rusland verschrikkelijk goed, en in Frankrijk ook. Amerikanen waren heel voorzichtig, de Engelsen nog voorzichtiger. Dus als je een paar man achterliet, dan zat gewoon een hele divisie vast. Nou, die werden dan door vliegtuigen of de artillerie overhoop geschoten. Nou, dan ging het weer een paar kilometer verderop en dan begon hetzelfde verhaal weer.